We gaan pannenkoeken maken. Een klassieke pannenkoek met gewoon tarwebloem. Mijn standaard recept is 400 gram meel. Gelukkig met een pannenkoek maakt het allemaal niet zo heel erg veel uit. Doe je 450 gram of 300, het dondert allemaal niet. In die 400 gram ga ik wel zo'n heel klein theelepeltje zout doen. 2 eieren, 50 gram boter door het deeg heen. Ik ga nu eerst 50 gram boter smelten in de koekenpan waar we de pannenkoeken zo in gaan bakken. Dan maak ik een kuiltje in het midden, het beroemde kuiltje. Dan ga ik in het midden een ei gooien. En dan nog een ei. Ik gebruik 2 eieren. Je zou ook gewoon 1 ei kunnen gebruiken. Je kan zelfs pannenkoeken maken zonder eieren. En als je dan havermelk alleen gebruikt, heb je eigenlijk vegan pannenkoeken. Hoe meer ei je gebruikt, hoe meer de pannenkoek op een omelet gaat lijken. En melk gaat erin. Het enige verschil is dat ik geen gewone melk in huis heb en dan gebruik ik havermelk. Nou, hoe voorkom je nou klontjes? Is door echt te zorgen dat je een heel dik deeg hebt waar de klonten al uit zijn. Van een dik deeg is het heel makkelijk om de klonten eruit te roeren. Bij een dun deeg lukt het eigenlijk niet meer. Dus ik voeg gewoon nog een beetje toe. Dit kan ook gewoon met alleen water. Ik doe gewoon uit de losse hand melk erbij, want dat is allemaal helemaal niet belangrijk. Niet bang worden. Gewoon doen. Doordat het zo dik is, lukt het je gewoon om die klonten eruit te roeren. Is het nou heel dun, dan snap je ook wel dat je die klonten er gewoon niet goed uit krijgt. Oké, nu moet het dunner gemaakt worden. Hoe dik maak je je deeg? Dat is een vraag die ieder zelf moet beantwoorden. Ik hou van dunne pannenkoeken. Die 400 gram meel, daar krijg je ongeveer 20 pannenkoeken van. Het ligt er natuurlijk helemaal aan hoe dik je de pannenkoeken maakt om dat aantal te halen. En als je ze veel dunner maakt, dan kan je wel meer dan 20 pannenkoeken maken. Want het leuke is van pannenkoeken, je kan het natuurlijk ook nog gebruiken om een nieuw gerecht van te maken. Je kan bijvoorbeeld een hartige vulling maken en dan rol je die pannenkoeken eromheen en dan doe je het in de overschotel en dan doe je daar weer iets overheen en kan je het gratineren. En dan heb je, het lijkt een beetje op cannelloni, dat is het natuurlijk niet. Dat is ook leuk, dat kan je ook met de overgebleven pannenkoeken doen. Of je kan gewoon lekker koude pannenkoeken volgende dag bij je ontbijt nemen. Dat vind ik heerlijk. Als je bijvoorbeeld een vulling in een pannenkoek maakt, dan kan het wel eens handig zijn als een spekpannenkoek om het gewoon iets minder dun te maken. Nou, wat ik altijd doe is het pak dan even onder de kraan houden. Want je kan net zo goed mengen met water of met melk. Je blijft gewoon goed doorroeren. Nou, het wordt al een heel mooi beslagje, veel te dik nog. Dus nu gaan we het even flink nog bijmengen. En dan gaat het vet erbij. Dus die 50 gram die ik gesmolten heb, die gooi ik erin. Zo, in diezelfde pan ga ik bakken. Want door die boter hoef je bij het bakken minder vet toe te voegen. Goed. Dan gaan we even kijken hoe dik het is. Ik vind het veel te dik nog. Ik ga er nog flink wat water bij gooien. Dit vind ik een mooie consistentie. Je kan ook gewoon eerst één pannenkoek bakken en denken, nou vind ik veel te dik. Doe je daarna nog een beetje water bij. Goed, ik zet het vuur aan. Belangrijk is dat de pan eerst goed heet wordt. Mijn botervloot staat hier en er zit een kwastje op. Met het kwastje kan ik een heel dun laagje vet in die pan aanbrengen. Want dit is weliswaar een anti-aanbakpan. Maar toch moet je af en toe even om de paar pannenkoeken moet je toch even die pan even weer een klein likje geven. Oké, ik vind het heet genoeg. Je ziet de randjes beginnen een beetje bruin te worden. In het midden giet je het beslag. En dan til je je pan op en dan doe je een heel klein beetje zo rond. Dat die precies juist. Kijk, dit is het. We wachten tot die droog is aan de bovenkant en dan gaan we omdraaien. Als die gaarder begint te worden, dan gaat die loskomen van de pan. Dus hier is het die los. Nou, dan kan je dus natuurlijk het beroemde flippen. En je kan ook met een klassiek pannenkoekenmes, dat heb ik nu even niet voor handen. Je kijkt heel even de onderkant van het uit. Nou, kan nog even. In feite, als dit helemaal droog is, is hij min of meer al gaar. Maar de achterkant bak je natuurlijk nog eventjes. Oké, nu vind ik het wel goed. Nou, veel te licht. Kan ik zo nog even omdraaien. Maar de pan moet heter. Op een gegeven moment is die pan echt helemaal goed heet. En dan kan je veel sneller achter elkaar doorbakken. De eerste pannenkoek beschouw ik eigenlijk altijd als mislukt. Nu gaan we echt een pannenkoek maken. Je ziet nu ook dat die mooi luchtig gaat worden, omdat je ziet waar die gaatjes komen, daar smelt eigenlijk het vet naar beneden. Ik bak eigenlijk meestal 5 pannenkoeken zonder vettoevoeging, dat ik dus met het kwastje dat insmeer en dan weer 5. Dus om de 5 kwast ik hem nog een keertje in. Kijk, als je natuurlijk flink tempo gaat maken, als je honderden pannenkoeken, dan zet je natuurlijk 4 pannen op het vuur. De pannenkoeken van zo'n pannenkoekenhuis zijn natuurlijk veel groter. Ik zelf hou heel erg van dit maatje. Dan kan je een paar pannenkoeken eten met verschillende dingen erop. Bijvoorbeeld wat ik heel lekker vind, je stopt gewoon zeg maar vers fruit in een beker en je saafmixert het een beetje.
Dan heb je gewoon heerlijke fruitcoulis eigenlijk. En je kan natuurlijk met honing eten, je kan bruine suiker, met stroop, met poedersuiker. Je kan ook een kaaspannenkoek maken bijvoorbeeld. En er zijn verschillende methodes voor. Eén methode is de kaas gewoon door het deeg. Dat betekent dat je daarna niet meer gewone pannenkoek. Dus als je bijvoorbeeld één batch beslag maakt, dan moet je eerst kiezen. Oké, ik begin eerst met de zoete pannenkoeken. En daarna ga ik de kaaspannenkoeken maken of de spekpannenkoeken. Je moet de kaas eigenlijk grof raspen. En dan moet je zorgen dat om ieder kaassliertje in feite een beetje deeg zit. Omdat je anders, die kaas die brandt namelijk heel makkelijk aan. Dus die moet je echt bekleden met een beetje deeg. Dat is best lastig. De andere methode is, dan maak je de kaas weer wat fijner. Dan giet je eerst een dun laagje beslag op je pan. Dan doe je je geraste kaas erop en dan doe je daar overheen weer een beetje beslag. Het worden altijd een beetje dikke pannenkoeken. Allemaal lekker. Nou, en de beroemde appelpannenkoek. Daar moet je beslag ook niet te dun zijn. En je moet zorgen dat je je appel, je klokhuis, ik doe het altijd met een hele appel. Je klokhuis eruit halen en dan zo'n heel dun laagje appel. En die leg je dus drie stuks naar gelang, je pangroot, dus of je appelgroot, leg je die in het beslag. En zorg je ook dat de appel ook weer helemaal bedekt is met beslag. Want ook een appel kan gewoon heel makkelijk aanbranden. En dan gaat die breken en dan kan je niet meer goed omdraaien. Dat is eigenlijk het verhaaltje. Oké? Nou, nu gaan we zo weer een beetje boter opdoen. En dan zal je zien dat die pannenkoek er iets anders uit komt te zien. En dan wil ik eigenlijk ook straks nog even laten zien wat er gebeurt als je je deeg heel dun maakt. Dan ga je eigenlijk meer naar de crêpe toe. Je kent natuurlijk het beroemde Bretonse crêpes. Die zijn flinterdun en die hebben allemaal kleine gaatjes. En dat komt omdat er boter door het beslag zit en het wordt op een gloeiende plaat. Die wordt ook nog even met vet ingesmeerd en dan gaat dat hele dunne beslag erop. En daar waar de boter zit, krijg je een klein gaatje. En dat is eigenlijk het idee van een crêpe. We gaan even kijken of wij onze crêpes kunnen nabootsen straks. Nu ga ik even smeren. Het meest efficiënt is toch met een kwastje en je botervloot ernaast zetten. Het flippen van een pannenkoek kan eigenlijk alleen maar als die pan goed vet is. Als ik dus geen vet toevoeg, dan is die pannenkoek eigenlijk behoorlijk, zeg maar, een soort vacuüm zit die aan die pan. En dan gaat het helemaal niet makkelijk om te flippen. Dat lukt meestal niet. Maar zodra als je hem dus met de kwastje die pan ingevet hebt, dan heb je eigenlijk als het ware een soort van, dan zit die beweging al in die pan en dan kan je hem heel goed flippen. Ik heb de pan ingevet. Ik ga een dunne pannenkoek maken. Een heel dunne pannenkoek zelf. Dit is eigenlijk heel handig, zo'n vierkant bakje. Er zit een puntje aan, dan kan je gieten. Eigenlijk werk je netter dan. Nou, hier zie je hoe de crêpes gemaakt worden. Overal waar een gaatje zit, is eigenlijk een bolletje vet weggesmolten. Dus als je het nog veel dunner maakt, dan krijg je meer het crêpe effect. En dan wordt het helemaal een doorzichtige pannenkoek. Je moet toch een beetje geduld hebben. Daarom bak ik altijd met drie pannen. Hoef je geen geduld meer te hebben. Dan kan je gewoon doorwerken. Ja, nu is het hier rond. En eigenlijk moet je het niet op het fornuis flippen, maar ervoor. Hier zie je die gaatjes erin. Is lekker hoor. Zo, even een kleine reparatie. Zo. Hier zie je weer het verschil tussen boter en geen boter. Dit is de bovenste, die laatste. Die heb ik toch weer een beetje boter gebruikt, om de 5 ongeveer. Krijgt hij net even een ander structuurtje. Maar het is goed zo. Prima. Pan uit. Leg hem op de stapel. Is niet de mooiste, de bovenste. Dit zijn ongeveer 15, 16 pannenkoeken. We hebben dus 400 gram gebruikt met 2 eieren en melk en zout. Je kan dus 20 pannenkoeken halen als je ze nog iets dunner maakt. We hebben net pannenkoeken gebakken met tarwemeel. Maar je kan ook pannenkoeken bakken met boekweitmeel. Dat is eigenlijk heel handig, want dit is een glutenvrije pannenkoek. In boekweit zit er geen gluten. Je kan ook een roggepannenkoek bakken. Je kan eigenlijk met alle soorten meel kun je een pannenkoek bakken. Klassiek zijn blinis, boekweitpannenkoekjes. Die heb ik gebakken met precies dezelfde verhouding als de tarwepannenkoeken die we net hebben gezien. Dat zijn kleintjes, dit is natuurlijk een grote. En die worden eigenlijk gegeten met zuurroom en met kaviaar. Dat is uit de Oost-Europese keuken. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.